Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. Hoi en welkom bij een nieuwe stap voor stap video van Stamping Club Nederland. Ik maakte deze video voor de Feel Good Stamping Blokop van de maand december 2020. Met het thema New Beginnings. New Beginnings, dat kan natuurlijk slaan op het nieuwe jaar wat er aan zit te komen. Maar er zijn natuurlijk ook nog veel andere momenten waarop een nieuw begin van toepassing is. Zoals het betrekken van een nieuwe woning. En ik heb voor de blokop deze kaart gemaakt. En in deze video laat ik je stap voor stap zien hoe ik dat heb gedaan. Het is een super gave interactieve kaart. Wanneer je de flap namelijk openklapt, draait het venstertje ook open of om. En kun je een dubbele boodschap voor de ontvanger erin zetten of erop stempelen. En ik zal je eerst even laten zien welke materialen ik daarvoor gebruikt heb. De materialen die ik gebruikt heb voor deze kaart komen uit de productcollectie Trimming the Town. Die vind je op bladzijde 24 van de najaarscatalogus 2020. De juni-december catalogus 2020. Super leuke set die hier met veel kerstvoorbeelden is gebruikt. Maar het leuke ervan is dat je ook voor gelegenheden als een nieuwe woning of iemand die op kamers gaat of wat dan ook dat kan gebruiken. Je kan het zelfs gebruiken, want er zit een heel leuk autootje bij. Gebruiken om bijvoorbeeld iemand te feliciteren die een rijbewijs heeft gehaald. Kortom, er zijn veel creatieve mogelijkheden. Ik heb het designerpapier daarvoor gebruikt. En de bijpassende stempelset Coming Home en de Home Together Dies die daarbij passen. Alle materialen zijn nog verkrijgbaar tot met 4 januari of zolang de voorraad strekt. Of sowieso tot 4 januari en tot 4 januari in ieder geval zolang de voorraad strekt. Wat ik verder nog nodig heb is een aantal stukken karton, die zal ik maten zal ik straks even doorgeven. Wat je verder nog nodig hebt om te stempelen is een soft suede inktpad. Zwarte inkt kan ook, of een donkerbruine inkt of een blauwe inkt. Het hangt een beetje vanaf welke inkt je in huis hebt. Ik heb het gebruikt om de tekst te stempelen en hier het lantaarntje. En ik heb aan de binnenkant ook nog een stempelafdruk gemaakt van een huisje. Dat heb ik allemaal met soft suede gedaan. Maar je kan ook een hele mooie andere basiskleur natuurlijk gebruiken. En wat ik verder nog heb gedaan om eventjes wat doodelrandjes te maken, is gebruik gemaakt van een stamping right marker. De Real Red stamping right marker. Maar ook daarin kan je natuurlijk weer variëren per van kleuren. Ik zal even de maten van de basis die je nodig hebt. Dat zijn eigenlijk 3 stukken kaartkarton die je nodig hebt voor de basis in ieder geval. Te beginnen met een stuk van 22 bij 12 centimeter. Dat is de basis van de kaart. Dat is zeg maar waar we straks het mechanisme in en op gaan maken. Ik heb Whisper White kaartkarton gebruikt. De standaard Whisper White kaartkarton. Je kan er ook voor kiezen om de Thick Whisper White te gebruiken. Dat is het wat dikkere kaartkarton. Voor de basis gebruikte ik het gewone Whisper White. Dan het tweede stuk kaartkarton. Daarvoor gebruikte ik wel het dikkere Whisper White. Maar ook hiervoor kun je gewoon de standaard gebruiken. Of een gekleurde kaartkarton, dat is natuurlijk ook mogelijk. In ieder geval is dit stuk 11 bij 15 centimeter. Dat is het tweede stuk. En als laatste heb je dan nog een stuk nodig van 12 bij 13 centimeter. Voor het mechanisme zelf heb je nog een stuk nodig van 11 bij 4 centimeter. Ik heb dat gemaakt in rood, maar ook dat kun je in alle kleuren of in wit maken. Dat is net
hoe jouw kaart eruit gaat komen te zien. Maar in ieder geval is dit stuk 11 bij 4 centimeter. En je hebt nog om te starten een stuk designerpapier nodig. Dit is dan het papier uit de collectie, de Trimming the Town collectie. Ik heb de leuke stipjes gebruikt. En dat stuk designerpapier is 11 bij 11,5 bij 12,5 centimeter. En zoals je ziet is de 11,5 centimeter de breedte. En de 12,5 centimeter is de lengte. Ik heb in dit geval geen patroon. Maar mocht je het patroon, een papier hebben met een patroon, dan weet je in ieder geval dat je even rekening mee moet houden dat het patroon de juiste kant op ligt. Dus 12,5 centimeter is de hoogte en de breedte is 11,5 centimeter. En dan gaan we beginnen. Ik pak heel even mijn stamping trimmer erbij. En dan gaan we starten met het basisstuk kaartkarton. Dat was het stuk van 22 bij 12 centimeter. En dat gaan we rillen op 7 centimeter aan de lange kant. Dus we gaan de lange kant tegen de liniaal aanleggen. En dat gaan we dan rillen op 7 centimeter. En vervolgens kunnen we die dan dubbel vouwen. Dat is dan eigenlijk de flap van de kaart, zeg maar. Dat wordt dadelijk de flap van de kaart. Maak de vouw nog eventjes wat scherper. Wat we vervolgens gaan doen, daar heb ik eventjes een liniaal en een potlood voor nodig. We gaan een rechthoek snijden uit dit stuk basiskaart van ongeveer 8 bij 5 centimeter. Je kan dat vierkant of rechthoek kan je natuurlijk prima uitsnijden met je snijmesje, liniaal, snijapparaat. Ik heb daarvoor de rectangle stitched dies gebruikt. En daarvoor gaan we eerst even een aantal, we willen dat recht op de kaart hebben, dus we gaan dat eerst even afmeten. We hebben ongeveer 2 centimeter uit de zijkant, of vanuit de onderkant, even een markering gemaakt. Dan trek ik eventjes een lijn. Heel licht, zodat je dat ook nog uit kan gummen. En dan vanaf de linkerkant markeer ik nog even op 2 centimeter. En vanuit de andere kant ook. En dan kan ik met die stansen. Dat zijn deze stansen. De Rectangle Stitched Framelits Dies. Even kijken dat ik de juiste heb. Deze maat heb ik nodig. Dit is de maat die ik heb gebruikt. Die is dus zoals gezegd ongeveer 8 bij 5 centimeter. En die leg ik precies in het midden aan de onderkant op de lijn en links en rechts op het markeerpunt, zodat ik die in het midden van mijn basis heb gestanst. En die ga ik even uitstansen. Nou, nadat je dat hebt uitgestanst, ziet het er zo uit. Die potloodlijnen kun je in principe gewoon laten staan, omdat we daar dadelijk een stuk designerpapier gaan overheen plakken. Dus daar hoef je verder niks mee te doen. We leggen deze basiskaart even aan de kant. En dan gaan we verder met de volgende stap. En de volgende stap is dit onderdeel. Daarvoor hebben we het stuk nodig van 12 bij 13 centimeter. En het stuk van 11,5 bij 12,5 centimeter.
En die komen dadelijk hier bovenop geplakt. Dus je moet even bedenken, dus eigenlijk op deze manier, dat dit de 13 centimeter kant is en dit de 12 centimeter kant. En we gaan beide stukken op elkaar plakken. Nou, nadat je beide stukken op elkaar hebt geplakt, is het de bedoeling dat we hier ook nog zo'nzelfde rechthoek gaan uitstansen. Het handigste is om dan even dit op elkaar te leggen en dan het rechthoek weer terug te leggen of om het om te trekken en dan het rechthoek eruit te snijden. Nou, heb je dat gestanst, dan heb je dus deze twee stukken en die gaan we dadelijk in de laatste stappen gaan we die op elkaar plakken. Nu gaan we eerst even verder met de volgende stap. Ik wil nog wel even zeggen dat je bij deze, omdat het wat dikker papier is door de verschillende lagen, dat je misschien even wat vaker door de stansapparaat moet halen. Dus dat je even wat meer moeite moet doen om hem uit te snijden. En als je hem door het stansapparaat haalt, dat je hem dus, zoals ik net al liet zien, even onder het basiskaart legt. Zodat als je hem er doorheen haalt, je niet de foutjes ziet, zeg maar, van je snijplaat eventueel. Dit komt hier straks overheen. Dus dat wat je hier allemaal ziet, tenminste, ik weet niet of je het kan zien. Maar dat wordt straks allemaal weggewerkt. Nu eerst even verder naar de volgende stap. En dat is het stuk van 11 bij 15 centimeter. Ik heb daarvoor, zoals ik al in het begin van het filmpje zei, een wat dikker kaartkarton gebruikt. Want dat wordt ons mechanisme, zeg maar, waar we het draaimechanisme op gaan maken. En dat stuk gaan we aan de korte kant rillen op 1 centimeter. Oké, ik heb mijn snijapparaat erbij gehaald en we gaan eerst aan de bovenkant. Dus we leggen het stuk kaartkarton met de lange kant bovenin. En dan maken we een rillijn op 1 centimeter. Dan draaien we hem terug naar de korte kant aan de bovenkant. En dan gaan we een rechthoek eruit snijden. Dat komt er zeg maar zo uit te zien. Dus dit is de rillijn die we zojuist gemaakt hebben. En dan maken we hier een rechthoek gaan we daar uitsnijden. En dat gaat als volgt. Je legt hem aan op 1 centimeter. Dus 1 centimeter uit de zijkant. En het stuk is 15 centimeter. En dan gaan we 8,5 centimeter is de hoogte van het stuk, zeg maar. Dus vanaf 6,5 centimeter ril je dan naar beneden, of snij je naar beneden. Terwijl we het goede mesje gebruiken. Dus vanaf 6,5 centimeter ril je, snij je aan, naar beneden. Dan draai je het om. Dan leg je hem weer aan op 1 centimeter. En dan kun je vanaf 8,5 centimeter naar boven snijden. Dan heb je twee snijlijnen en dan leg je hem vervolgens op 8,5 centimeter de onderkant, zeg maar, op 8,5 centimeter aan. En dan kun je beide snijlijnen, dus vanaf 1 centimeter uit de kant, kun je beide snijlijnen verbinden. En dan snij je zo een rechthoek uit. De volgende stap, dat zijn nog twee stappen die we nodig hebben. De volgende stap is het stuk voor het mechanisme. Dat is dit draaiende mechanisme. En daar hebben we een stuk nodig van 11 bij 4 centimeter. En ik heb daarvoor gekozen voor Real Red kaartkarton. En dat gaan we snijden. Nee, dat gaan we rillen. We gaan beide kanten, links en rechts, rillen op 2 centimeter. Ik zal eventjes mijn snijapparaat in het beeld zetten. 2 centimeter, links en rechts. Zo.
aan de lange kant. Dan draaien we het stuk met de korte kant tegen de liniaal. En dan rillen we tot aan de rillijn op 1 centimeter. En dat doen we onder en boven. En op 2 centimeter. En dan heb je dit gerild. Dan kunnen we met de schaar daar iets wegknippen. Want we hebben alleen dit middelste rechthoekje nodig. Dus we kunnen het grote stuk hier aan de onderkant kunnen we wegknippen. En het kleine bovenste rechthoekje knippen we ook weg. En dat doen we aan allebei de kanten. Zodat dit is wat je overhoudt. Wat we dan nog moeten doen, dat is het laatste wat we nodig hebben voor het mechanisme. Dat zijn, en ik heb ze hier even in wit gemaakt, maar dat zijn 4 stukjes van 1 bij 2 centimeter. En die zijn gerild op 1 centimeter. Zodat je een soort van kleine vierkantjes hebt van 1 bij 1 als je ze dubbel vouwt. En die moeten we ook nog maken. Ik heb een strook gesneden van 1 centimeter breed. En ik ga die even kijken, rillen op 1 centimeter. En dan snij ik op 2 centimeter. En dat doe ik 4 keer, want ik heb er 4 nodig. Oké, de volgende stap is zoals gezegd, we gaan hem in elkaar zetten. Ik heb op het stuk waar we het rechthoek voor het vierkant hebben uitgesneden, heb ik aan de bovenkant op die 1 centimeter rillijn een dubbelzijdig tapeje geplakt. En ik heb op de 4 kleine stukjes die we voor het mechanisme gaan gebruiken, heb ik op alle tweede stukjes, op elke centimeter bij centimeter zeg maar, vierkante centimeter, heb ik een stukje tape geplakt. En wat we gaan doen is, we gaan deze stukjes eerst bevestigen op het stuk wat we net gemaakt hebben. Deze houden we op deze manier voor ons. Dit wordt dadelijk de achterkant in het mechanisme. We gaan deze strookjes gaan we opplakken. We vouwen hem dubbel. En we plakken hem met de rillijn aan de onderkant. Dus de open kant is boven. Op deze manier aan het uiteinde van deze strookjes. Deze. Zo, dus je hebt ze eigenlijk opgeplakt op deze manier, waarbij dus de bovenkant open is. En de andere twee plakken we aan de andere kant. Dus als we hem dan zo omdraaien, plakken we die andere twee op dezelfde manier. Ook weer met de onderkant. De dichte onderzijde naar beneden en de bovenkant is open. Op het uiteinde, zodat je een soort van S-vorm hebt. Dan draaien we hem weer terug. En dan laten we hem zo even liggen. Dan pakken we onze basiskaart erbij.
En dan gaan we deze hierin plakken. Dat doen we als volgt. We halen de plakstrook eraf. Leggen hem in het midden tegen de rillijn aan. Op deze manier. Zodanig dat hij dus in het midden van je basiskaart ligt. En je plakt hem dicht. Je drukt hem aan. En dan zit hij vast. Wat de volgende stap is, dan hebben we dus dit mechanisme nodig. We houden het op deze manier. Plakken we dat dadelijk hier in het midden in het venster. Dus precies zoals ik het hier hou, zo plak je hem ook in je kaart. We verwijderen deze stukjes tape. En wat daarbij van belang is, is dat je de kaart even openklapt. Het handigste is om er even iets op te leggen. Zo. En dan plak je hem zodanig dat hij in het midden van je venster komt. Dus dit stuk komt in het midden van het venster. En dan plak je ze op de strookjes, op het strookje van het stuk kaartkarton wat we zojuist erin geplakt hebben. Nou, we laten dat zo even liggen, want vervolgens hebben we deze nodig en die plakken we hier bovenop. Zo, gelijk met de onderkant van de kaart, waarbij we er even aan moeten denken dat je dit stuk niet vastplakt op dit mechanisme, want anders kan het niet meer werken. Dus we plakken dit stuk vast op de basiskaart. En daarvoor gebruiken we een heel smal stukje dubbelzijdig foam tape. En ik gebruik daarvoor de foam adhesive sheets. Je kan ook de wat langere stroken gebruiken die in de collectie zitten. Die voor bijvoorbeeld schutkaarten ook wel gebruikt worden. Dit zijn de foam adhesive sheets. Dit zijn sheets voor uit één stuk. En daar kun je heel makkelijk een smal strookje van het foam knippen. Ik heb er vier nodig. Of drie eigenlijk. En deze kunnen we dan, of een van die twee, kunnen we dan even door midden knippen. Ik start met het plakken van de strook aan de bovenkant van de, echt in de hoek. Zo. En deze aan de andere kant. En deze kan dan hier aan de onderkant. Het is belangrijk dus dat hij hier er niet voorbij gaat. Zodat dit mechanisme, wat straks omhoog en naar beneden schuift, nog makkelijk zijn werk kan doen. Dus hier kun je wat kortere stukjes gebruiken. En deze aan de andere kant. En we kunnen ook het plakstrookje. Nou, ik plak hem eerst eigenlijk, dat is het makkelijkst. Eerst even aan de bovenkant op. Dus je zorgt ervoor dat dit gelijk ligt aan de onderkant. Dus deze komt hier zo aan de onderkant. Ik heb hier nog niks afgehaald van de dubbelzijdige tape. Want ik zorg er eerst voor dat hij aan de bovenkant gewoon mooi recht ligt. Zo, op deze manier. En dan kan ik aan de onderkant kan ik nog prima dingen verwijderen. De dubbele plaklaag verwijderen. Dus dat is dan de laag op het rode mechanisme wat ik nog moet verwijderen.
En de stukjes hier aan de onderkant. En dan kun je hem hier vastdrukken en hier vastdrukken. En dan zit hij mooi op elkaar. Dus dat is handig als je dat in deze stapjes doet. En als het goed is, dan werkt het mechanisme. Cool, niet? ik vind het echt een superleuke kaart. Wat ik nu ga doen, is de kaart afwerken. Oké, we zijn toegekomen aan de afwerking van de kaart. Ik heb voor de afwerking van deze kaart gebruik gemaakt van nog een stukje Trimming the Town Design papier. Ik heb aan de onderkant eerst een stuk van Misty Moonlight gesneden van 11,5 bij 6,5 centimeter. Die komt dadelijk hier aan de bovenkant op de kaart. En daarbovenop heb ik een stukje designpapier gebruikt van 11 bij 6 centimeter. Deze kun je in principe op elkaar plakken en bovenop de kaart bevestigen. Dan heb ik aan de binnenkant ook een stuk Misty Moonlight design of kaartkarton gebruikt. Dat stuk is 11,5 bij 5,5 centimeter. Je kunt daar uiteraard ook een stuk designerpapier op plakken. Ik heb ervoor gekozen om dit als venster te gebruiken, zodat er ook nog wat een boodschap opgeschreven kan worden. En ik heb dat bestempeld. En dat is een stuk Whisper White of wit kaartkarton van 11 bij 5 centimeter. Die heb ik eerst bestempeld en daarna opgeplakt aan de binnenkant van de kaart. Daarna heb je voor het label, daar kun je natuurlijk van alles op plakken. Je kan er designerpapier voor gebruiken en dan een tekst erop. Ik heb ervoor gekozen om het gewoon Whisper White te doen. En dan teksten erop te stempelen en met een leuk doodelrandje te bewerken. Het zijn in ieder geval twee rechthoeken van 3,5 bij 6,5 centimeter. En die passen precies hier aan de voor- en achterzijde van dit mechanisme. Dan heb ik voor de voorkant nog een leuk cirkel gestampt. Dat is de cirkel, die komt uit de Stitched Shapes dies. Daar heb ik de grootste cirkel gestanst. En ik heb een cirkel gestanst uit wit voor de basis. En ik heb een cirkel gestanst uit groen. En ik ga daar zo meteen dan in de set van de Coming Home. Bijpassend bij de set Coming Home heb ik deze Home Together dies gebruikt. En nadat ik deze cirkel heb gestanst, heb ik hier de kerstboompjes uitgestanst. Ik ga dat eerst allemaal even voorbereiden en dan kom ik zo weer bij je terug. Zo, ik heb de groene cirkel, daar heb ik de kerstboompjes uitgestanst. Ik ga die dadelijk op elkaar plakken. Met een beetje lijm. Zo dat het precies op elkaar past. Zo. Dan heb ik uit de stempelset dit kleine huisje gebruikt voor de binnenkant en deze lantaarnpaal om hier nog bij te stempelen. En ik gebruik daarvoor de Soft Swirl inkt. Even een klein stukje. Je ziet het dadelijk ook niet meer, maar even een stukje karton, zodat het niet op mijn kaartkarton komt. Dus even gemaskeerd.
Dan had ik ook nog voorbereid en die had ik gesneden. Dat zijn twee huisjes. Die kun je stansen met de stans uit designerpapier. Maar uiteraard kun je ook het huisje stempelen en deze vervolgens inkleuren en stansen. Mocht je geen designerpapier hebben of ja, het designerpapier is op, dan kun je die gebruiken. En ik heb de huisjes op deze manier opgeplakt. Iets over elkaar. Dus de eerste heb ik met lijm geplakt. Zo. En de tweede heb ik met een foompje daar overheen bevestigd. Ietsje overlappend. Zo. Dat moet natuurlijk wel recht. En dan heb ik, ja, dat is uit een stempelset die helaas al niet meer in de collectie zit. Maar daar heb ik een tekst gestempeld, een nieuwe woning. En die heb ik met een Classic Label Punch heb ik die uitgestanst. Er zit in de collectie nog wel een Nederlandse stempelset van Alles Wat. Die ook allemaal van die leuke kleine tekstjes heeft. Daar zit alleen niet de tekst Nieuwe Woning in. Dus vandaar dat ik eventjes een andere set moest gebruiken. Maar die heb ik in ieder geval hier zo overheen geplakt. Dan kunnen we deze twee op elkaar gaan bevestigen. En dan heb ik deze cirkel in het midden daarvan weer bevestigd met wat stamping dimensionals. En dan hebben we natuurlijk nog de twee witte stukken. Die ga ik even bestempelen. Ik heb daarvoor de stempelset Volop Vrienden gebruikt en ik heb de tekst van harte en dan gefeliciteerd. Ik stempel op de ene van harte en op de ander gefeliciteerd. En ik heb dan met mijn Real Red Stamping Right marker eventjes wat doodellijntjes gemaakt, anders vond ik het zo wit. Je kan er natuurlijk ook een stuk designerpapier onder plakken en dan de tekst. Maar ik heb voor deze manier gekozen. Nou, ik heb inmiddels het eerste stukje van harte heb ik opgeplakt. Die plak je eigenlijk op als de kaart dicht is. En het andere stuk wat je wilt zien als de kaart open gaat, is dan natuurlijk de tekst gefeliciteerd. Dus die plak ik dan aan de achterkant van het mechanisme. Zo. En dan hebben we natuurlijk het laatste gedeelte. Dat is deze Misty Moonlight kaartkarton. Die kunnen we hier alvast inplakken. Zo. En dan heb ik op dit strookje Whisper White heb ik het huisje gestempeld uit de stempelset. Die heb ik ietsje aan de zijkant gestempeld, zodat er nog genoeg ruimte overblijft voor een begroeting of een boodschap voor de gebruiker. En voor de gebruiker, voor de ontvanger uiteraard. En ik heb die ingekleurd met de Stampin' Blends.
Ik heb daarvoor 3 kleuren stamping blends gebruikt. Voor het dak heb ik gebruik gemaakt van de Soft Sweat, licht en donker. Voor het huisje heb ik gebruik gemaakt van de lichte kleur Pool Party en een combinatie met Bermuda Bay. En ik heb de kleur Real Red gebruikt voor de deur. En dan is je kaart klaar. En dan heb je dus een hele leuke interactieve kaart. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik dank je wel voor het kijken en ik hoop tot de volgende keer. Een overzicht van de gebruikte materialen en een link naar mijn blog vind je onderaan in de beschrijving van dit filmpje. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe filmpjes? Klik dan op de knop abonneren.